Wij zijn van Wolk TV. En we zitten op de plaats waar de burgemeester ook wel eens zit. Want we zijn hier bij FC Dordrecht. Ik ben Marco Bogers. En wat doet u bij FC Dordt? Ik ben technisch directeur bij FC Dordrecht. Hoe worden spelers eigenlijk gescout? Wij hebben scouts lopen binnen FC Dordrecht en die gaan op pad en die gaan kijken naar spelers. En zoals je weet hebben wij ook een jeugdafdeling. Nou, daar kijken wij in de regio Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht. Dan gaan de scouts kijken naar die ploegen. En daar vandaan de betere spelers, die nodigen we uit voor testwedstrijden. Hallo, wie bent u? Hey, ik ben Warne Haan. Ik ben 20 jaar en ik speel voor FC Dordrecht. Oké, hoe vond u de training? Ja, het was zwaar vandaag. Eerst hadden we keeperstraining en dan nog een partijspel. Maar het was wel goed te doen. Oké, hoe vond u het bij FC Dordt? Ja, FC Dordt is een leuke club. Veel vrijwilligers, mooie club ook. En we doen het goed in de competitie, dus ik heb het hier wel naar mijn zin. Oké, okay, bedankt. Alsjeblieft. Hoeveel doelpunten wilt u dit seizoen gaan scoren? Nou, ik heb nu 4 doelpunten. We hebben nog aardig wat wedstrijden, dus we hopen 15 doelpunten. Oké. Okay.